Dag iedereen, vandaag iets heel bijzonder met vier bijzondere kaarten, namelijk de vier azen. Jitze, ken jij toevallig de belangrijkste aas van de vier? Nee. Nee, ik ga het u vertellen. De belangrijkste aas van de vier is de schoppenaas. Heel veel mensen denken hartaas, maar schoppenaas is de belangrijkste. Daarom staat hij ook het grootst afgebeeld. Nu, de vier azen zijn sowieso heel bijzonder. Want als je ze alle vier omdraait, dan hebben we één aas die zich mee omdraait. Klaveraas. We stoppen alles terug zoals we draaien gewoon de hele boel om. En dan hebben we de tweede aas die zich omdraait. Ruit de aas leggen we terug zoals het hoort. We draaien alles om. En onmiddellijk hebben we de derde aas die zich omdraait. En de laatste aas is natuurlijk schoppenaas. En schoppenaas, die doet niks. Ja, omdat ik natuurlijk vergeten ben om dat te doen. Want pas dan draait ook schoppenaas zich om. Rari.